De actiegroep Organic Movement heeft vandaag een protestactie gehouden te Ondrobong. Tientallen protesteerders hebben onder andere opgeroepen tot het opstappen van de huidige regering. Eerder heeft de groep opgeroepen tot beleidsombuiging. Maar zij is nu van mening dat de maat vol is. De activisten hebben het roer omgegooid en de politiek en vakbeweging opgeroepen zich aan te sluiten. Dit in tegenstelling tot eerder commentaar dat de politiek en vakbeweging zich niet moesten bemoeien met de actie. A20-voorzitter Steven Rijmen zegt dat er niet geprotesteerd moet worden vanuit politieke overwegingen. Amore belangrijk zijn de fetwafetti in begedreven door lobby. We no kon juist op die deel en eigenlijk mi no weer mi edel naar een president. Mi wa weer mi edel naar een situatie sami lobby sana mande a moment di si. Sanang etede omdat u pripi i wa leider santaki au de trafasi. Tuyari, we get a gelegenheid voor tusa amus do. Maar u shit idee dat u kan jouw perfect voor ongeschiktheid. Rijmen merkt op dat er na 2 jaar geen schot in de zaak is gekomen, terwijl de regering veel heeft beloofd. Hij stelt dat de beleidsmakers het woord van het volk niet serieus nemen, omdat er geen luisterend oor wordt geboden. Volgens Rijmen zijn er genoeg Surinamers die het land adequaat kunnen managen. Hij stelt dat de oude politieke gedachtengang tot het verleden moet gaan behoren.